was een lekker positief aangekom. Lekker trip hier in te gewees. The guys was heel positief. Voor my persoonlijk was het een lekker lang tripje. En die vibe terwijl ons gereed het, tussen die mannen was lekker. So ek is aan blij was het positief aangekom, was het zo'n lekker veer tripje. Ik denk dat onze interplay is baie goed, om van elkaar af te speel. Supportplay is baie goed. Ons defense het bietjie gelik, omdat het te zwaar gekreed in van die facetten. Het is bietjie in ander posities gewees waar ons harder moet teruggeweek het om te tikkel. Maar ik denk dat het baie week van improvement en het baie goede dingen en baie slechte dingen. Maar ik denk dat we dinsdag gaan terugkomen en dan is het harde week om aan te week. Voor mij baie groot impact van ons kan nie games daar so speel. So, dat maak die guys nogal een klein beetje negatief onder elkaar. Maar zij zijn fysieker, ze gaan volgende week spelen. So, baie van die guys kan oefen. Dinsdag kom hulle donderdag. Van hulle weet die sekerheid daar se wedstrijd Sara gaan weg. En baie van die guys wil nie so ver travel. Het is een baie groot impak, maar ek dink dat die kan my net ons een rugby steker maak. Omdat coach het nou meer opties wat ek kan kies. Manne wat second team so aan die first team toe, wat een bietjie meer exposure kry om hulle self in die first team te vestig. So hy het sy positief en sy negatief. Ek dink die positief vir ons as een team is, coach kan bietjie meer diepte toets. En die negatief is, dat alles manne nie kom hier, alles manne wat regular first team in die first team squad is, die daar is hier.